Hallo iedereen, welkom in Peters Keukentje. Ik ga vandaag loempiatjes maken. Die ga ik op een hele aparte manier maken. Namelijk met spek, met bacon. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb hier speklapjes à la minuut. Die heb ik gemarineerd met oestersaus. Beetje rijstazijn. 5 teentjes knoflook. En een theelepeltje maïzena. En een scheutje zonnebloemolie. Dat is alles. Wil je het pittig hebben, doe natuurlijk wat rode peper bij. Maar dat laat ik even achterwege. Dus ik begin met het vlees te bakken. Ik had er al zonnebloemolie bij gedaan, dus ik doe niks in de pan. Bak natuurlijk even helemaal gaar. En ik heb natuurlijk ook alles voorbereid. Ik heb natuurlijk ook spitskool. Ik heb een bosui, lenteui, gras de wortel. En ik heb ook wat mioen gemaakt. En ik weet niet of alles lukt in één keer te filmen, omdat ik het met mijn telefoontje doe. Maar ik zal het proberen, anders wordt het gewoon in twee delen. Maar goed, ik ga even het vlees gaar bakken. Eventueel wat zout en peper naar smaak toevoegen. Ik doe het verder niet. Ik vind het zo wel lekker, denk ik. En ik heb gisteren natuurlijk een zoete chilisaus gemaakt. En dat lijkt me al, ja. Dat lijkt me al genoeg, denk ik. Maar het is even uitproberen. Dus je zult het zien. Dit zijn die hele dunne speklapjes. Dus die zijn, ja. Hopelijk binnen 5 minuten gaar of zo. Doen we nog een heel klein beetje oesterzout bij. Gewoon dat ik het lekker vind. Voor de kleur. Goed, de speklapjes zijn ja, zo goed als klaar. Dus die haal ik even van het vuur af, ze kunnen afkoelen. En ondertussen zet ik vast een pan met olie op het vuur om te frituren. Goed, ik heb hier mijn deeg. Ik maak er een puntje gaat naar mij toe. En dan doe ik erin heel klein beetje mioen. Spitskool. Klein beetje geraspte wortel. Lenteui of bosui. En natuurlijk het vlees. Ja, ik doe het eigenlijk nooit, dus ja, het moet niet zo moeilijk zijn, toch? Dan het laatste stukje, dat maak ik dan dicht met eiwit. Ik moet het even pakken, dat ben ik vergeten. Goed, ik heb wat eiwit erbij gepakt. Smeer ik het een beetje mee in. Ik heb geen kwastje. Dan heb ik hier mijn loempiaatje. Dus ik ga het nog dicht maken en dan beginnen met frituren, denk ik. Ze zullen niet allemaal even mooi worden, maar dat geeft niet. Ik heb er een paar klaar, dus ik begin maar. Dan maak ik de rest straks wel even. Ik weet alleen of het vuur heet genoeg is. Of de olie.
gebruik altijd zonnebloemolie. En ja, olie is heet genoeg, dus de gaan. Dat ziet er goed uit. Even regelmatig omdraaien. En erbij blijven, zou ik zeggen. Even laten uitlekken op een keukenpapiertje en dat is klaar. Samen met een heerlijke zelfgemaakte zoete chilisaus. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.